Dat ik heel erg trots ben. En we hebben een schrale morse knoop, maar ik heb ook ontdekt dat we een vaartse knoop hebben, want er zat een hele lastige knoop net in de lint om hem los te krijgen. Maar ik ben blij dat we het nu zo geopend hebben en ik vind de school fantastisch mooi, dus ik ben heel trots dat wij nu kunnen zeggen dat wij een hele jonge nieuwe school in Dongen hebben. Tot een paar maanden geleden moesten we zeggen dat de jongste school 36 jaar oud was. En nu kunnen we zeggen dat de jongste school een paar maanden oud is. Dus ik ben trots. Goed hè? Maar als je nou toch kijkt, zie je dat dan? Nee hè? Met zo'n groot plein ervoor, dan maakt die 6 meter ook niet meer zoveel uit. Dus we hebben daar gelukkig heel goed op kunnen lossen, maar ook dankzij de buurt en de mensen hieromheen is het hartstikke goed gegaan. En nou zeg nou zelf, ziet er goed uit hoor. Guus, vertel mij eens. Wat vind jij ervan dat er een nieuwe school hier in Dongenvaart is gekomen? Leuk. Leuk. En jij? Ook leuk. Allemaal komt helemaal uit de moer. Zo gaaf is het hier. Nee, laten we dat eens even zeggen. Hé Amber? Ja. Waarom? In de moe. Ja. Net, maar je vindt het hier leuk, hè? En het ziet hier toch prachtig uit, en laten we nou toch heel eerlijk zijn. Dat kan toch alleen maar in Dongenvaart staan, of niet? Ja. Of wie hebben nu de mooiste school van Dongen? Haha. Ha. Lekker wel. Wie heeft het grootste plein van Dongen? Ja. Die is groter dan in Rusland, hè? Meneer Meijer van Hagedom, daar staat hij, de aannemer. Want zonder jullie was het niet gelukt. Dankjewel. Het is om een energie-neutrale school te bouwen. Dus er wordt hier super, super weinig gebruikt. En de school wekt zijn eigen energie op. Dus hartstikke mooi. Dat zie je bijna nergens in Nederland. Dat vind ik geweldig. Er is nog één heel klein dingetje wat ik ook super vind, dat het kunstwerk achter is. Het is heel erg leuk en heel erg leerzaam. De hele kleine kinderen die er nu komen, de 2- en 3-jarigen, die kunnen in het dorp zelf in elk geval spelen en leren en ook al kennis maken met de school. Ik denk dat het ook heel erg leuk is als je zelf een jong broertje of zusje hebt, dat die dan samen met jou mee naar school kan en dat je elkaar daar tegenkomt. En het hele leuke vind ik ook nog dat we alles met elkaar delen. We hebben de ruimte die wij gebruiken, die gebruiken wij met kleintjes maar een paar uurtjes in de week. En de rest van de tijd kan die gebruikt worden voor het speellokaal voor de kleuters. Dus ik denk dat we een hele goede opzet hebben om een hele goede samenwerking samen met Initia vorm te geven. Dus ik ben heel trots op dat we hier mogen zijn en heel trots op Dongenvaart. Yeah.
Ja.